Feyenoords officiële supportersvereniging bestaat 10 jaar. En daarom werd gisteren de legioenwand onthuld. 18.000 namen staan erop. Mooi hè? Met een verzoek hoor. Een hele grote muur. Ja, leuk toch? Ja, ik vind het wel leuk. Ik stond eerst aan het begin te zoeken, maar kon ik het niet vinden. En nu heb ik hem hier gevonden. Meneer Zoutewelle, u staat lekker onderaan. Ja, mijn naam wel. Als de club er niet onderaan komt. Ja, je bent precies dit gat. Ja. Dat is lullig. Nou, lekker in de gleuf. Nee, dat maakt niet uit. Gleuf in de gleuf. Nee, dat maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het legioen is loyaal en trouw. Neem deze familie uit Assendelft. Betrokken en kritisch. Hoe kan het nou zijn dat Toornstra dit jaar geen bal raakt? Filena raakt geen knikker, wekenlang en mag blijven staan. Toornstra geldt hetzelfde. Denk je, hoe kan het nou? Je bent ook met Jones ook. Jones vorig jaar. Jones houdt hem al tegen. En eerlijk gezegd vind ik, nou ja, Gio vind ik nou, ja, vind ik een beetje jammer dat dat niet helemaal lekker gaat. Met bepaalde wedstrijden, zijn wisselbeleid. Je ziet nu gewoon dat die 9 wedstrijden die we, nou wat was het, 2 jaar terug toen we de beker wonnen, gewoon geen toeval is. Wat ik een beetje mis aan Van Bronckhorst, een beetje zoeken naar een andere oplossing. Als je niet anders hebt, ga anders spelen. Het is elke keer hetzelfde met hem. Elke keer de matige spelers mogen blijven, alsof hij vrienden met ze is. Ja, dat is harde kritiek. Het is wel de trainer die Feyenoord eindelijk weer eens kampioen heeft gemaakt. Nou, dan denk ik. Nou, ik denk maar ook met Dirk Kuyt hoor. Die heeft ook een heel belangrijk onderdeel geweest, denk ik. Wij zeggen week na week, het lijkt wel alsof Kuyt gewoon de man is die dit team op sleeptouw heeft genomen. En Gio eigenlijk gewoon meegegaan is in de flow van Kuyt. Ze zijn niet de enige supporters die er zo over denken. De laatste keer dat Feyenoord de titel prolongeerde was in de jaren 60. Maar na 20 wedstrijden al 16 punten achter op de koploper is te veel voor een regerend kampioen. En daarom neemt de kritiek op Van Bronckhorst toe. Ook vandaag in die wedstrijd tegen ADO, voor de wedstrijd, toen zijn naam werd omgeroepen, hoorde je wat gefluit. Het waren maar 10, 15 mensen, niet heel veel, maar dat had ik nog nooit eerder gehoord. Dus dat valt op dat supporters toch ook wel wat kritiek op hem hebben inderdaad. Zo snel kan het gaan, hè? Ik bedoel, hij was niet zo goed als iedereen zei toen Feyenoord kampioen wordt. En het is nu ook zo dat hij er helemaal niets van kan. Ik snap het wel, want er zijn best keuzes die hij maakt waar je over kunt discussiëren. Of dat wel de juiste zijn, alleen ik zou hem wel iets meer krediet willen geven dan de supporters nu doen. Woensdag tegen PSV voor de beker is dé wedstrijd van het jaar. Niet alleen voor Van Bronckhorst, maar voor heel Feyenoord. Het is de wedstrijd die het seizoen moet redden. No. Not save the season, I don't think is the right word. Ja, wat heb ik er aan redding of niet? Ja, we willen gewoon graag die beker winnen. En dan zal er gewonnen moeten worden. En aan die consequenties of gevolgen van als we gaan verliezen, ja. Ja, ik wil daar niet echt iets aan ophangen of zo. Leg jij de drukte echt op van dat moet ons seizoen redden, zo zwaar? Nou, de druk is er altijd. Zeker gezien de stand op de ranglijst dit jaar. En dan weet je dat de beker eigenlijk nog de enige weg is naar een titel en naar een beker. Dus daar zullen we voor moeten gaan. Honestly, the game that we have to save the year, because we still have to win the final and more things. Maar je mag die druk wel erop leggen voor woensdag en we gaan er vol voor.